Gemeenteraad Druten kiest nieuwe burgemeester. Wel of geen verhuizing van het Romeinse masker en definitief einde voor Termen Nijmegen. Als het aan de gemeenteraad ligt, wordt Sigrid Sengers de nieuwe burgemeester van de gemeente Druten. Hiermee zou zij waarnemend burgemeester Corrie van Ree Oud-Ammerveld opvolgen. Dat werd donderdagavond duidelijk tijdens de raadsvergadering. De gemeenteraad ziet Sengers als een innemend en krachtig persoonlijkheid. Ja, tevreden en ook blij. Zo mag ik het wel stellen. Als je merkt dat er een zodanige klik is tussen de kandidaat en de commissie en dan ook later de raad. Ja, dan word je heel vrolijk van. Hè. Dus het is toch een toekomst van Druten. Hè. Een heel belangrijk iemand voor de toekomst van Druten. En er was een zodanige klik dat het je zegt van ja, ze is het gewoon. De keuze is gemaakt omdat Sengers al ruime ervaring had in zowel de politieke als de commerciële omgeving. Ja, ze is absoluut voorbereid. Want het mooie is, ze heeft gestudeerd in Groningen. Ze is daar in de politiek terechtgekomen. Ze is wethouder geworden in Slochteren. En ze is daarnaast is ze op een gegeven moment vertegenwoordiger voor Noord- en Nederland in de Europese Unie geworden. En daarnaast nog weer een andere commerciële activiteit. En dan zie je dat iemand heel erg breed is. En daardoor ook een enorm netwerk opbouwt. En dat is een voordeel. He, dus we hebben ook van tevoren gezegd, wat vinden we belangrijk? Ja, een stuk bestuurlijke ervaring is natuurlijk belangrijk, maar ook dat iemand in de breedte heeft geopereerd. Sengers is oud-inwoner van Deest. Volgens Worm heeft dit enigszins meegespeeld in de selectie. Het is een factor. Het is een factor, hè, want we zochten iemand die onze regio begrijpt. He, dus elke regio in Nederland heeft weer haar eigen identiteit. En die identiteit die ook moet bij elkaar... Ja, kloppen. Dat moet afgestemd zijn. En als iemand ook zo duidelijk die historie hier heeft liggen, ja, dat is wel een mooie factor. Dus dat is wel een factor die we natuurlijk ook meewegen. En het DNA van Maas en Waal zit in haar. Dus dat is een mooi iets. Er zijn al verschillende reacties gekomen op haar benoeming. Met name in Deest is het al het gesprek van de dag. Ja, er zijn verschillende, maar de mooiste reactie die zag ik voor mij voorbij komen. De lokale fruithandel in Deest, dat was het blijkbaar het gesprek van de dag. En de belangrijkste vraag die gesteld werd, van wie is het erin? En dat is natuurlijk wel mooi om te zien dat mensen dan toch wel heel nieuwsgierig zijn van iemand van ons. Maar van wie is er dan? Sigrid is een dochter van chef en Annie Sengers. En chef is de grote chef, want we hebben een grote en een iets kleinere chef. Maar dit is de grote chef en dit wordt een hele goede burgemeester, vast wel. Ja, oké. Okay. Ja, de benoeming is pas definitief als koning Willem-Alexander het koninklijk besluit heeft ondertekend. De verwachte installatie van de nieuwe burgemeester is op donderdag 30 maart. En dan het gezicht van Nijmegen, toch wel het kunstwerk van Nijmegen, gaat misschien verhuizen. Het Romeinse masker staat nu nog op het Stadseiland, maar daar wil de gemeente Nijmegen verandering in brengen. De maker van het kunstwerk, Andreas Hetveld, vindt dat zijn werk op het Stadseiland moet blijven staan. Iemand die het met hem eens is raadslid van Stadspartij Nijmegen, Rosalie Thomassen. Ik vind het heel jammer dat we dat masker willen verhuizen. Dat Romeinse masker staat nu op het Stadseiland en daar is het echt een landmark geworden. En een geliefde foto-object. En hij staat er eigenlijk echt prachtig. En de gemeente is voornemens om te verhuizen naar het Waalfront. Vlakbij waar ooit de grote honighallen stonden. En daar verdwijnt hij dan straks helemaal tussen de gebouwen. En is het niet meer zo'n landmark. Dus dat zou ik echt zonde vinden. Gaat u ook proberen om het masker te verdedigen? Ja, als Stadspartij zijn we aan het nadenken of wij ervoor kunnen zorgen dat een masker kan blijven staan. Dat is op zich natuurlijk niet zo moeilijk, want dan laat je hem gewoon staan. Maar het masker zou verhuizen naar het Waalfront. En daar lag vroeger de eerste stad van Nederland. En we vinden het ook heel belangrijk dat heel duidelijk is dat daar de eerste stad van Nederland lag. En daar zou dit kunstwerk dan ook een uiting aangeven. Dus dat zou, als we dat dus niet verplaatsen, vinden we dat er een ander Romeins kunstwerk moet komen. Dus daar zijn we nu aan het zoeken of we daar genoeg financiering voor kunnen vinden. Hoe vindt u dit voor de maker van het kunstwerk? Ik heb de maker van het kunstwerk gesproken. Dat is Andreas Hetveld.
Hij heeft het masker ook ontworpen voor die plek. Er was ooit een ideeënwedstrijd voor allerlei projecten langs de Waal voor het Stadseiland of de Lentse Oever. En hij heeft toen exact deze plek ook uitgekozen. Hij vindt deze plek ook de best denkbare plek voor dit masker, dus hij wil het zelf ook heel graag laten staan. En hij heeft zelfs ook al een idee voor een nieuw kunstwerk voor in het Waalfront bij de Honig, of het Oude Waterkwartier. Wat ons betreft past hij daarmee aan de slag. Maar dat kost natuurlijk geld, dus dan moet ik even zoeken of dat er ook is. Oké, en mag u dan ook vertellen wat het idee voor het kunstwerk is? Andrees Hetveld die heeft op dit moment het idee om een kunstwerk te maken wat veel meer verwijst naar het oude Romeinse badhuis. Dat was een immens complex. Mensen hebben daar helemaal geen idee van hoe groot dat was. Ik weet niet of de mensen de Albert Heijn XL, de Jacobslaan kennen. Hij heeft ongeveer die omvang en hij was nog wat hoger dan dat. En Andreas heeft het idee om dat badhuis juist te visualiseren met een nieuw kunstwerk. En ik denk dat dat ook beter recht doet aan die plek waar het zou moeten komen. Een doorstart voor de Nijmeegse sauna De Termen is definitief van de baan. Ondanks dat zich 4 of 5 geïnteresseerden melden voor een doorstart, is er geen serieuze overnamekandidaat voor het saunacomplex gevonden. De curator gaat nu het pand en de inboedel verkopen. De Termen ging vorige maand failliet. Na de opkomende concurrentie van de Berendonk en de invloed van de coronacrisis, werd de energiecrisis de financiële nekslag voor de eigenaren. Dansen in de club om zo steun te bieden aan Turkije en Syrië. Dat kan volgende week vrijdag in Poppodium Doornroosje. Daar wordt namelijk het feest Charity Rave georganiseerd, waarvan de opbrengsten naar het goede doel gaan. Door een ticket hiervoor te kopen, help je slachtoffers aan onderdak, voedsel, verwarming en medische benodigdheden. Je kunt zelf kiezen wat je aan het kaartje wilt uitgeven. De prijzen variëren van €15 tot aan €100 en daarnaast zijn er ook vrije donaties mogelijk. Het feest duurt van 7 uur 's avonds tot middernacht. En dan sport, want NEC speelt zondag de uitwedstrijd tegen Excelsior. De 3 punten zijn hard nodig als je nog überhaupt kans wil maken voor een play-off plek. Thuis werd het, hoe kan het ook anders, een gelijkspel. Nu moet er dus gewonnen worden, op carnaval zondag nog wel. Jammer, of houdt de trainer niet zo van carnaval? Deze vraag had ik niet verwacht, moet ik zeggen. Nou, ik ben niet echt een carnavalist. Nee? Ik ga er wel naartoe als het kan. Maar het is niet zo dat ik niet buiten carnaval kan. Maar ik kan minder goed buiten voetbal, dus ik vind het wel lekker om te voetballen. Maar zondagavond 8 uur is nou niet het meest ideale tijdstip. Ja, hier werd het ook een gelijkspel. Wat verwacht je nu van hun? Eigenlijk hetzelfde strijdplan van hun weer? De laatste wedstrijd hebben ze nog wel gevarieerd, ook in hun formatie. Hebben ze ook met 5 verdedigers gespeeld. Nou, dat is even afwachten of dat ook zo is. Maar over het algemeen, als ze niet de bal hebben, dan schromen ze niet om in te zakken en in de omschakeling te spelen. Dus ja, daar zullen we wel rekening mee moeten houden. Ja, Tanaan is ook niet bij, geschorst. Jordi Bruin, is hij fit om te starten? Ja, die is ook de laatste 2 wedstrijden ingevallen, dus die kan zeker starten. Nou, we hebben Matson die daar ook kan spelen, dus wat dat betreft hebben we wel keuzes om erop te vangen. En zoals zondag blijken wie, maar daar komen we wel uit. Okay. Een heel klein beetje lente, dat stond er op het bijschrift van deze foto. Maar ja, deze foto is jammer genoeg gisteren gemaakt. Want momenteel lijkt het meer op een klein beetje herfst. Het was winderig en een grijze dag vandaag en vooral vanavond kan er nog een bui overtrekken. In de nacht naar zaterdag gaat het weer volop regenen en dat zal ook nog in de ochtend zo blijven. Zaterdagmiddag wordt het wel weer wat vaker droger. Maar in de avond keren de buien weer terug. Al met al een natte en winderige dag dus. De dagen erna trekt het weer langzaam de goede kant op. Zondag zal het vooral in de middag droog zijn. En in de nieuwe week neemt de hoeveelheid buien verder af. De temperatuur blijft rond de zachte kant 12 graden. Tot zover het RN7 Regio Nieuws van vandaag. Voor het terugkijken van onze uitzending kun je altijd terecht op ons YouTube-kanaal. En volg ons ook even op Facebook, Twitter en Instagram. Nu op RN7 zie je weer een nieuwe NEC-update. Met de voorbeschouwing op de wedstrijd van Excelsior. En nieuws over Bart van Rooij. Morgenavond zijn we er met het weekoverzicht. Ik wens je een heel goed weekend. En ga je carnaval vieren. Veel plezier. Alaaf.